Denker haalt met een gelukje weg. En dan op de linkerkant veel ruimte voor Nazinho. Le Maréchal. Cercle Brugge op de counter. Denker een eerste keer. En het is 0-1. Ze ontsnappen aan een achterstand. En binnen de 25 seconden, het zal zelfs nog iets minder zijn, scoren ze aan de overzijde via hun topschutter die totaal, maar ook totaal niet in de match zat. Kevin Denke, dat dat een aardig gemiddeld is. Maar jammer voor de inspanningen van KV Mechelen en voor Jannes van Ecke. Die dan als een bezetene probeert terug te spurten. Via Maréchal dan de opening naar Kevin Denke. Controle met de borst. Foulon kan niet tijdig bijsluiten. En Koeken kan in zijn 100ste match voor Marino Wouter net niet proper houden.